Hoi en welkom terug bij de Run Life Vlogs van Quinzo. Wij zijn het weer, het developers team Bram Hendricks en naast mij zit Max Nijholt. We zijn vandaag wat later, want we hebben keihard doorgewerkt. We gaan dadelijk vertellen wat we hebben gedaan. En nu zijn we lekker terug gaan draaien in heel langzaam tempo. Max, wat heb jij heel de dag gedaan? Ik ben vandaag bezig geweest om de gegevens die we gisteren opgehaald hebben uit onze kalender, uit onze agenda, om deze samen te voegen naar één duidelijke dataset die wij kunnen gebruiken in de applicatie verder. Met deze nieuwe dataset kunnen we dus bepalen of de gebruiker thuis gaat zijn of dat hij nog op zijn werk gaat zijn. Bram kan hier dan vervolgens met zijn informatie op inhaken. Daar gaat hij jullie zelf iets over vertellen. Nou, dankjewel Max. Want Max die stuurt dus een agenda door naar mij. Ik kijk wanneer ben ik thuis, wanneer ben ik niet thuis. En met die momenten bepaal ik, zo ver van tevoren wil ik dat het warm is. Dan sta ik dus op, heb ik het warm, ga ik weg, wordt het weer koud. Ik denk ook na, dus het is morgen 10 graden, is best wel koud, duurt zo lang om huis op te warmen. Dus zo ver voordat ik opgestaan, gaat de verwarming aan. Daar ben ik vandaag mee bezig geweest. En dat lijkt heel goed te werken nu. Dankjewel voor het kijken weer. Morgen hebben we heel veel van de applicatie af, dus kunnen we lekker veel laten zien. En vrijdag, dan gaan we het product showen aan de klant. Dus zullen we daar ook wat moois van vloggen. Ja, dankjewel en tot morgen.